Sport na school Antwerpen biedt hiphop aan in Borgerhout. Didi is follow-leerkracht bij SNS Antwerpen. Als leerkracht lichamelijke opvoeding wordt ze gedeeltelijk vrijgesteld voor deze flexibele opdracht. Sport na school is een project voor naschoolse sport voor jongeren uit het secundaire onderwijs. De meisjes die deelnemen aan onze hiphoplessen voor SNS zijn vooral meisjes uit het Antwerpse hier, uit Antwerpse scholen. Verschillende achtergronden, verschillende culturen, meisjes uit het eerste middelbaar tot en met het zesde middelbaar. Ik ben Imen, ik ben 13 jaar, ik zit in Sint-Lievens College en ik woon in Borgerhout. Ik heb op school gehoord van SNS en dan zag ik dat er hier ook hiphoplessen waren en dan heb ik direct meegedaan. De lessen zijn zo ingevuld dat de kinderen eigenlijk gedurende het hele jaar kunnen inspringen. Het zijn lessen van 2 weken, dus na 2 weken start ik met een nieuwe choreo en kunnen ze gerust inspringen. Het is laagdrempelig daardoor. Ik ben Josephine. En ik ben Petronella. We zijn 16 jaar oud. En we zijn een tweeling. Ik ben terechtgekomen bij SNS omdat ik een brief kreeg op school. En dan ben ik de site gaan raadplegen en heb ik gezien dat je verschillende sporten kon doen voor maar 45 euro voor een heel jaar. En dus dat vond ik interessant. De troeven van sport naar school zijn dat het een zeer laagdrempelig project is. De leerlingen kunnen verschillende activiteiten volgen op verschillende locaties, op verschillende uren en hoeven zich niet te binden aan één specifieke club. Zelf ben ik leerkracht LO en stimuleren wij alle leerlingen in alle lessen om buiten de schooluren te sporten. Bijkomend geven ze ook onderling elkaar de stimulans om te sporten. We hebben veel mensen leren kennen. Maar we kennen ook veel mensen die hier komen. En we spoken er ook mensen aan om te komen. Dus onder andere zijn er mensen van school die komen. En ook vriendinnen vanuit de buurt. En ja, overal eigenlijk zo'n beetje. De meisjes die hun weg vinden naar SNS en naar de hiphoples van SNS zijn niet bepaald de meisjes van de zwakkere sociale omgeving. En deze meisjes bereiken we niet. Daarvoor zouden we extra inspanningen voor moeten doen. Om de meisjes te bereiken werd actie ondernomen. SNS Antwerpen organiseerde promolessen in 4 scholen, gaf gratis vouchers weg voor een hiphoples en richtte een informatieve brief naar de ouders. De reactie van de promolessen waren ongelooflijk enthousiast. De meisjes deden dat enorm graag. Ze vertelden mij ook dat ze heel graag de inschrijving via SNS wilden waarmaken. Maar het probleem stelt zich meestal bij de ouders. Mijn leerlingen hebben allemaal een heel verschillende culturele achtergrond. Het is sowieso al moeilijker om allochtone meisjes te laten deelnemen aan onbekende organisaties in de ogen van de ouders. Het heeft geen effect gehad. Dus uit deze ervaring hebben we geleerd dat deze groep toch een aparte aanpak nodig heeft. Om meisjes in maatschappelijk kwetsbare situaties toch te bereiken, zocht Didi lokale partners. Wij zijn gaan horen bij Buurtsport of wij samen kunnen werken. En wij hebben ook zeer goede contacten kunnen leggen met een club, MSC Aglan, die zeer actief bezig is met deze groep meisjes. Ze hebben ons heel nuttige tips gegeven over het specifieke aanpak die nodig is naar deze groep. Heel belangrijk is om de omgeving en de ouders van de meisjes te overtuigen dat het belangrijk is dat de meisjes sporten. 2, dat zij ook overtuigd zijn dat de activiteiten in een veilige omgeving gebeuren, dat het wel goed is. Didi wil in de toekomst samenwerken met partners als Buurtsport en MSC Aglan om via een doelgroepgericht aanbod meisjes te bereiken die nadien de stap naar SNS kunnen zetten. Met MSC Aglan zouden we proberen een aangepaste aanbod te creëren. We zouden graag de meisjes willen stimuleren om meer te sporten.